beste Dendermondenaren. Ik ben blij jullie zo talrijk te mogen ontvangen op dit mooie plein. Dus, beste mensen van dit charmante gehucht, hoe gaan wij juist te werk gaan? 1. Het is belangrijk dat jullie leren om goede ajuinsoep te maken. Jean-Jacques, wat brengt u in Dendermonde? Wel, de gigantische mensenmassa. En wat gaat u, of wat heeft u hen verteld? Wel, ik heb een heugelijk nieuws gebracht dat zij kans hebben om eventueel in de toekomst, als de Aalstenaars dat goedkeuren, deel uit te maken van onze stad. Dat ze eindelijk zichzelf stad kunnen noemen en dat ze eindelijk een echt carnaval hebben. En u doet dat niet in een driedelig pak, maar in een ander tenue. Is dit jouw nieuw tenue voor de toekomst? Wel, het is iets anders. We dachten... Het is ook voor de zwangerschap mogelijk, dus het gaat perfect mee. Nee, het zijn de kleuren van Aalst. En voor de rest ga ik zo weinig mogelijk over proberen uit te vinden. Hoe komt het, denk je, dat er hier niemand was? Ik had gehoopt dat de huidige burgemeester mij daar enige uitleg kon in verschaffen waarom dat de terrassen leeg waren. Ik denk dat we daar in Aalst beter in slagen van de terrassen vol te krijgen. Maar of dat dan nu ligt aan de Dendermondenaars... Of aan de Aalstenaars die wel buiten komen om in hun stad een pint te gaan pakken, dat weet ik niet. Dat is mij een raadsel. Dat is het verschil tussen een dorp en een stad natuurlijk. Dat is inderdaad juist, maar we gaan hun daarin opvoeden. Een verse juist. Absoluut. Het is... Ja, het is heel lekker. Het is vers gemaakt met allemaal verse ingrediënten, verse kaas. Laat het je smaken. Dat is alles. En je hebt al een hele schone auto van kleur. Is dat al een goed begin? Wat al gekheid op een stokje, dit is eigenlijk een deel van jouw vrijgezellenavond, hè? Ik hoop het. ja, dit is een stuk van mijn vrijgezellenavond en dag. En jouw toekomstige vrouw, is die ook daarmee bezig vandaag? Ja, die loopt, als ik het juist gehoord heb, daar juist als een ajuin rond op de Grote Markt in Aalst op dit moment. Wie is er best af dan? Het is wel een mooi ajuinenpak. Maar ga gerust gaan kijken voor het met uw eigen ogen te zien. Straks hebben we het logo of het opschrift op jouw t-shirt gezien. Dat belooft niet veel goeds, hè? Nee, maar het is vrijgezellen. Dus op dat vlak moet u... Ik ben op dat vlak heel trouw aan mijn toekomstige vrouw. Voilà. Veel succes en veel plezier, hoor. Dank u wel.